We hebben drie wedstrijden gehad hier op het Zweedse ijs van Nulea. Drie zware wedstrijden. Vandaag rustdag. Tijd om na te praten met de twee winnende ploegleiders. Art Alderts en Peter de Vries. Art, jullie zijn hier gekomen. Een overwinning, nog een overwinning en een podiumplaats. Jullie pieken echt op het juiste moment, hè? Ja, dat klopt. Ja, daar hebben we ons ook echt... op deze week hebben we ons ook echt voorbereid. Ja, dat klopt. Op een gegeven moment weet je dat de cup ook klaar is. En de cup was voor een aantal waren dat wel, die wouden wel in de cupwedstrijden gewoon goed presteren. Maar we hebben er in ieder geval één en eigenlijk wel twee bij die op natuurijs pieken willen. Ja. Ja, eentje die echt ontzettend aan het pieken hier is Ineke Derde natuurlijk. Die was ook die tweede Grand Prix wedstrijd. Denk met afstand het beste in de koers. Heel veel kopwerk gedaan. Ze deed niet eens haar bodywarmer uit. Toch wel opvallend. Ja, met je bodywarmer. Ja, nee, maar dat klopt. Dan zie je die pakken die ze krijgen, dat zijn niet dikke pakken. Oké. Okay. En dames hebben het over het algemeen best wel vrij snel koud. En dat is anders dan beheren. Ze mogen graag iets bodywarmer eroverheen. Sterker nog, ze had onderweg deze nog mouwstick om, omdat ze gewoon koud had. Maar ja. Als de wedstrijd ontploft, dan word je ook wel warm. Maar bij dames is dat anders dan bij heren. Ja, Peter, Bart Hoornwerf natuurlijk. Wat een sprint reed hij. Hij zat er in de 65e positie volgens mij toen hij in de bocht inkwam. Hij ging heel vroeg aan en het was echt meters voor hem. Ja, vanaf de kant bij de tenten waar wij stonden kon je dat niet zien. Dus ik was er nog niet gerust op, want hij ging al vrij vroeg met zijn armen. Een beetje zwaaien, zo van ik pak hem. En dat zal niet de eerste schaatser zijn die onderstreept uiteindelijk door iemand nog net even binnendoor wat voorbij wat gereden. Maar hij had, bleek later op de beelden wel echt een voorsprong. En hij zei ook elke afzet, elke klap die ik maakte was gewoon raken. Dat is wat een sprinter wil. Ja, Art, we hebben nu drie wedstrijden gehad hier op het Zweedse ijs. Wat vind je ervan tot nu toe? We zijn hier natuurlijk veel langer dan gepland, niet naar Oostenrijk. Merk je dat het peloton heel erg hongerig is ook? Nou, ik vind het wel jammer dat we niet in Oostenrijk zijn, maar ik vind het Zweden altijd fantastisch om te zijn. Ook omdat ik vind dat Zweden gewoon veel zwaarder is dan de Wijzee. Dus hier komen ook echt de marathonschaatsers, vind ik, bovendrijven. Ja, die echte marathonschaatsers, Peter, die zitten ook in jouw ploeg. Iemand die er niet bij is, is Casper de Gier. Ja. Hoe is het met Casper? Want ik heb begrepen dat hij gevallen is met ziekte. Ja, nou ja, onze laatste voorbereiding voor Zweden met een lange duurrit is Casper voorover gevallen. Op een vallende Mats Stoltenborg eigenlijk. Op een vallende Mats Stoltenborg, waarbij hij de derde en vierde wervel dusdanig beschadigd heeft met twee eigenlijk breukjes aan de binnenkant van die wervels. Dat het onverantwoord zou zijn om hem toch hier te laten schaatsen. En de pijn liet dat ook niet toe. Maar eigenlijk is hij nu sinds anderhalve week gaat het beter dan dat we verwacht hadden. En de ploegarts die heeft hem eigenlijk al toestemming gegeven om datgene wat hij heel graag wil, vandaag aankomen met het vliegtuig, om toch nog 4 dagen Lulea mee te pakken. Dus vanmiddag dan komt Casper gewoon aanwezig is hij overigens. Hij gaat niet schaatsen hoor, geen wedstrijden, maar hij is wel weer de ploeg. Maar dat is goed om te zien. Gisteren die wedstrijd, het ging na de finish eigenlijk maar over één ding, die sprint van Bart Hoornwerf, maar het ging eigenlijk over nog iets, het stilleggen van de herenwedstrijd. Art, je hebt natuurlijk heel vaak marathons gereden, vaak ook tegelijk met de dames al in het verleden denk ik. Heeft de jury een goede beslissing genomen, vind jij, dat de heren stilgelegd worden om de dames een wedstrijd te laten rijden? Nou, ik denk het wel, want weet je, achteraf is altijd alles makkelijk, maar als hij tegelijk over de finish komt waarbij de dames dan in de finale zitten en in de weg gereden worden door de heren, is dat natuurlijk niet fijn. Aan de andere kant, ja, nu hoor ik ook geluiden van, joh, ze hadden ze al lang van tevoren ingehaald. Ja, achteraf is alles makkelijk, hè? Dus ik vind het wel. Ik snap wel dat de heren zo reageren dat het niet zo is, omdat je haalt de energie uit de wedstrijd. En hadden ze het andersom gedaan, was de energie bij de dames uit de wedstrijd gegaan. Maar de heren moesten op dat moment nog vijf ronden volgens mij. Dus nou ja, en als ik dan, maar dat is ook achteraf, weet je eigenlijk ook dat bij de heren, als je de ploegtactiek zag bij de heren hoe er gereden werd, maar dan wist je van tevoren ook wel dat het massasprint zou worden, vind ik. Zo zag ik naar die wedstrijd. Ja, Peter, hoe heb jij dat beleefd? Want jullie hebben natuurlijk misschien wel de snelste man in het peloton met Bart Hoornwerf, dat heeft hij weer bewezen. Voor hem was het niet heel erg, denk ik, even op adem komen. Nou ja, de teams die het wel goed zouden vinden om een massasprint te krijgen, die zullen hier niet kwaad over zijn geworden. Daar moet je gewoon eerlijk in zijn. Maar ja, je moet ook objectief bekijken van wat heeft het voor invloed op de wedstrijd? Was het anders gelopen?
Mijn inschatting is, als er geen neutralisatie was geweest, net wat Ad zegt, dan was het gewoon een massasprint geworden. Het enige voordeel wat dan misschien een rijder heeft die heel goed kan sprinten, zoals een Bart of een Evert Holwerf, dat die daardoor ietsjes meer gerecupereerd hebben, kunnen hebben. En ja, dat is dan denk ik het enige, eerlijk gezegd. Want je kunt het niet goed of slecht doen, volgens mij. Nee. Het moest gebeuren, er moest iets gebeuren. En ja, dan is een deel het ermee eens en een deel die scheldt en vloekt. En een deel zegt van, ja, het zij zo. En, ik heb er niet een passende mening over. Ik denk van, wat is goed en wat is slecht. Nee, het is gebeurd en meer is het niet. Zie, je krijgt dan ook dames, als de heren wel door waren gereden, dan krijg je ook altijd dames in het peloton die bij de heren aan willen sluiten. Die proberen te profiteren, zeg maar. Hè. Ja, ik vind wel dat de jury echt wel een goede beslissing heeft. Goede beslissing van de jury. Tot zover de wedstrijd van gisteren. Morgen een hele korte wedstrijd. Art, jullie staan met Ineke Derde natuurlijk op pole position. Elsemieke van Maren staat tweede. Hoe ga je dan zo'n wedstrijd in? Ga je echt met het idee om het klassement te verdedigen of om gewoon nog weer een overwinning te pakken? Ja, dat laatste. En het is overigens voor ons, voor de dames, is het maar 40 kilometer. Dus ja, er zullen teams zijn die proberen er alles aan te doen natuurlijk om weg te komen. Maar ik ben heel eerlijk, ik vind Elsemieke en Ineke, maar met de steun van Jaren en ja, van hun beide ploeggenoten, dan denk ik, ja, dan zijn wij hier denk ik wel de klopte team. En dat blijkt ook wel uit de uitslagen. Maar ja, het kan ook zo heen als toen de jonkers weggaan en je bent er 2 minuten achter. Dus ja, je moet scherp zijn. En als je scherp bent, dan weet ik zeker dat we kans maken. En ja, je mag gewoon geen steekjes laten vallen. Maar we rijden niet voor het klassement, voorlopig. Nee, Peter, jij weet dat als geen ander dat je rijdt voor een te kloppen team. Dat heb je vroeger natuurlijk heel veel meegemaakt. Nu misschien ook wel, met de overwinning van Bart Holweg. Hoe moeilijk is dat dan als het hele peloton naar je kijkt? Je bent eigenlijk de snelste in het peloton om dan toch de wedstrijd te kunnen controleren en uiteindelijk te laten uitmonden in de massasprint. Ja, nou, wij gaan de wedstrijd wel niet met 3 rijders kunnen controleren. Met Bart in de zetel daar naartoe willen brengen. Dat gaat morgen niet lukken. Dat durf ik nu al wel glashard te beweren. Maar we hebben wel laten zien gisteren waar wij goed in zijn. En dat ons treintje, als hij op het juiste moment in positie zit met Bart daarin, ja, dan kun je dus gewoon winnen. Bart is heel rap. Ja, datzelfde zouden we graag morgen nog een keer doen. Maar ik denk dat iedere andere rijder in het peloton ook wel weet dat wij dat nog wel graag willen. Dus ik ben wel heel benieuwd wie morgen de handschoen op gaat pakken en er een wedstrijd van gaat maken. Want dat verwacht ik eigenlijk wel. Ja, de mannen die hebben al meer dan 300 kilometer gehad, de vrouwen al meer dan 200 kilometer. Als je met die dames praat nu, Art, beginnen ze de beentjes al een beetje te voelen? Nou, weet je, als je wint dan voel je weinig. Maar ja, natuurlijk, de vermoeidheid sluit er wel in. We hadden het net even voor dit interview over van, ja, heb je gisteravond een feestje gevierd of niet? Ja, natuurlijk moet je jouw winningen wel even vieren. Maar ja, tegenwoordig is het ook wel de professionaliteit, vind ik, dat ze wel weten dat ze de rust moeten pakken, omdat er nog 2 hele zware koers aankomen. En ja, natuurlijk ga je het voelen, maar we hebben er ook voor getraind. Hè? Dus het is een investering geweest die je de laatste maanden gedaan hebt. Om hier goed te zijn, nou, dan wil je er ook alles aan doen om zo hoog mogelijk te eindigen. Iemand, Peter, die ook heel erg opvalt binnen je ploeg, is Mats Stoltenborg. Heel veel van vroeger te zien natuurlijk tijdens het ONK, heel sterk. Is dat ook zo'n type rijder die juist liever die 40 kilometer wedstrijd heeft, die korte wedstrijd? Of kijkt hij echt wel naar die 200 kilometer uit? Want dat is een man met een ijzeren conditie natuurlijk. Ja, hij heeft een hele goede conditie en gaat er beter over dan dat hij zelf vindt dat hij erover gaat. Dus dat is mijn mening. En ik hoop dat hij nu na die 3 wedstrijden tot nu toe iets weer meer gaat geloven in het feit dat hij gewoon de natuurreis prima mee kan. En de 200 kilometer zou hem eigenlijk heel goed moeten liggen met zijn postuur, met zijn bouw, met zijn conditionele niveau. Maar ja, ik denk wel als je Mats zou vragen wat is je favoriete afstand, dan zal dat ergens rond die 100 kilometer wel liggen. Dat is wel mijn inschatting. Maar ik ben wel heel benieuwd wat hij ook zaterdag gaat doen. En, Mats is een rijder die kan zich volledig wegcijferen voor een team en vindt het ook fantastisch. Zoals gisteren kan hij eigenlijk niet wachten om te controleren. En dat moet hij wel doen. En dat heeft hij gisteren ook hartstikke goed gedaan. Maar als je 1 keer in die rol zit, ja, dan krijg je er ook niet meer uit. En dan, dat zag je gisteren ook, dat de mannen eigenlijk allemaal zo dachten. Een prachtige foto gezien met 4 paar armen omhoog en de rest met de handjes op de knieën. Nou ja, als ik dan zo'n foto zie van een team waar je zelf mee bezig bent met z'n allen, ja, dan doe je het wel voor. En
En heeft iedereen zijn rol fantastisch opgepakt. Ja, ik denk dat we hier sowieso staan met twee hele trotse ploegleiders. Art, jij kijkt ook die mannenwedstrijd. Je ziet die wedstrijd natuurlijk tijdens de dameswedstrijd ook. Ja. Als jij een voorspelling zou moeten doen voor morgen, voor de mannenwedstrijd. Wie gaat morgen met de handjes in de lucht? Hoe? Voor morgen? Nou, ik denk niet onder Peter naast me staan, maar ik denk toch wel weer een Bart Hoogberg. Ja. En Peter, jij ziet ook die dameswedstrijd. Zal ik dat niet zeggen? Nee, dat moet je niet doen. Moet ik dat niet doen? Goh, ja, die is toch al zo. Nou, ik zag Danielle Beckering ook goed bezig. Die is met een comeback bezig. Dus die moest er pas in het laatste rondje af. Dus dan gok ik toch op Danielle Beckering vanmorgen bij de dames. Nou ja, dan misschien Danielle Beckering en Bart Holwerf. Waarschijnlijk niet, want Danielle is al naar huis, heb ik gehoord. Oh, ja, dat zeg je niet pas. Ja, nee, ik heb hem daar gesproken. Ik denk, die is al naar huis. Nee, dus je moet even iemand anders kiezen. Danielle niet. Nee, dat wordt, die kans is klein. Joh. Else Mieke van Maren. Die gaat er solo vandoor in de laatste ronde. En die komt met 15 seconden voorsprong als eerste binnen. Kijk. Dus Else Mieke van Maren en Bart Holwerf, als wij de ploegleiders moeten geloven. Morgen de wedstrijd voor de heren en dames. De derde Grand Prix wedstrijd. Hier op het ijs van Ludea.